We willen dolgraag weer het water op, maar de winter is nog lang niet voorbij. En wat doe je dan? Kijk, we kunnen hier helemaal omheen varen. Dit is onze boot, een Saint-Tropez Cabin Cruiser van 9 meter lang, 80 centimeter diep en zo'n 2 meter hoog. En dit zijn wij. We vliegen. Meestal varen we in Friesland, maar als we vakantie hebben, toeren we door heel Nederland. Het liefst zo ver we kunnen komen. Komt er iets aan van de andere kant? Nee. En waar we dit jaar gaan varen, dat hoor je zo. Eerst nog even wat doen. Zo, dat is één. Die oude bordjes zijn niet goed meer? Nee, die zijn helemaal gespleten. Ja, ik weet niet. Misschien heb ik het de vorige keer wel niet goed gedaan hoor. Maar ja, ze zien er niet meer uit. Volgens mij wordt dit de 5e of de 6e keer. En wie plakt die letters er dan weer op? Dat gaat de man doen waar we de letters gekocht hebben. Die heeft ze al uitgeprint. Dat doe je niet zelf? Nou, de vorige keer heb ik het zelf gedaan. Het zit er op zich best wel netjes op hoor, maar dat is een heel gedoe. En die man die doet het heel vaak, dus heb ik liever dat hij het even doet. Af en toe houden we het echt niet meer uit. En rijden we langs de kust bij het Friese Gaasterland, waar je bovenop de dijk mooi ver over het IJsselmeer kunt kijken. En nemen dan even een kijkje in de kleinste vissershaven van Europa, waar we heel graag een keertje willen aanleggen. Kijk, de HL6. Ja, daar wordt nog steeds mee gevist hè. Ik weet niet wat ze vangen hier. Nou, Laaxumer bot, hè? Oh ja, dat is ook zo, ja. We schijnen dat we hier ooit 7 schepen lagen. Ja, hè? Laaxum, een paar vissershuisjes en een boerderij bovenop de dijk. En aan de voet de kleine haven, die dit jaar precies 110 jaar bestaat. Na de aanleg van de afsluitdijk zakte de visserij helemaal in. En van de 7 vissersschepen is er nog maar eentje over. De haven is niet erg diep. Jij hebt wel eens een fantasie gehad dat je bij de canicula hier naartoe wilde varen. Ja, klopt. Ik denk dat we het ook nog wel een keer gaan doen hoor. Maar het is inderdaad echt heel ondiep hier. We nemen alvast de proef op de som. Ben je bij de bodem? Ja, nu ben ik bij de bodem. Volgens mij staat hier 2,50 meter. Ja. Dus is veel meer dan 80 centimeter water. Heel toevallig komt net als wij er zijn de schipper van de HL6 even langs voor een klusje aan de boot. Dat is wel leuk hè, dat we die vissen nog even tegenkwamen. Ja. Ja. En maar hij zei dat het water nu een halve meter hoger dan normaal precies staat. En dat het niet zo prettig is om hier te liggen. Nee, als de golven naar binnen lopen. Wat zei hij nou? Nou, er waren al heel veel mensen die hier dan 's middags komen met mooi weer. En dan de hele nacht de boot moeten afhouden van de kant. Ja, dus kwamen we nooit weer terug. Nee. Sorry, hè? Is het nou ook nog slim om nog een keer te vernissen? Nou, er zijn mensen die het doen, ja? Maar het hoeft niet per se. De kleurechtheid is 7 jaar voor deze folie. Dus. Nou, dan kunnen we voorlopig vooruit. Nou, we zitten weer op. Volle gasles mee. Eind maart. Eerste keer weer weg. Eek, food and drinks. Is die al vol? Ja, ik denk bijna. Het zat ook nog een klein beetje in, maar het is wel goed dat we het nu even doen. Op dit korte vrijdagmiddagrondje varen we vanuit Sloten naar de Grote Brekken, met in het midden het Prinses Margriet-kanaal voor de binnenvaart tussen Lemmer en Delfzijl. Het kanaal gaat over in het Koevordermeer. Van daaruit varen we bakboord uit de Welle in, met halverwege Woudsend een brug van 2,50 meter hoog. Dat is dus niet deze. Pleziervaarders komen we nog nauwelijks tegen, maar de binnenvaartschepen varen af en aan op het kanaal. De Welle, die na de brug van 2,5 meter de Welle Sloot heet, werd al in de middeleeuwen gegraven om de meren in de zuidwesthoek van Friesland met elkaar te verbinden. Geland voor de eerste overnachting. Woudsend. Woudsend. Start. Daarna kanaalkeuze. Nou, zo moeilijk moet dat niet zijn, toch? Nee. Nou, wat gaan we doen dit jaar? In het voorjaar gaan we de Elfstedenroute varen op onze eigen manier. En in de zomervakantie proberen we naar Zeeland te gaan. Maar als het weer een beetje tegen zit, dan denk ik dat we naar Zuid-Holland gaan. Toch? Leuk. Ja. Hey, en die Elfstedentocht, ja. Dat gaat ons natuurlijk niet lukken met de vakantiedagen die we hebben. Daar hebben we niet genoeg vakantie voor. Nee, dus we gaan het in stukjes doen. Het is nu dan een weekend en we hebben nog ergens een weekje vrij. En dan gaan we denk ik het noordelijke deel doen van de route. Het zijn wel stukken die we al gevaren hebben, ja, hè? Ja, maar wel heel mooi. Heel mooi. In Dokkum komt de groep van 4, bestaande uit Zwierstra, De Groot, De Jong en Van der Bij, met 8 minuten voorsprong aan. Dit voorjaar gaan we op zoek naar de verhalen van de Friese Elfsteden achter de stempelposten, waaraan de schaatsers in hoog tempo voorbij gingen, maar waar wij op ons gemak gaan aanleggen. Hier in Woudsend wordt trouwens gefluisterd dat het eigenlijk de 12e Friese stad had moeten zijn, maar dat de inwoners weigerden eer te betonen aan de hoge heren, waardoor de stadsrechten aan hun neus voorbij gingen. Zo, lukt dat zo? Ja. Nou, maar even betalen, hè? Ja. Bij de rekken. Momenteel is er niemand aanwezig. Er is niemand aanwezig. U wordt dan doorverbonden met één van onze medewerkers. Voor minder dringende zaken zijn wij vanaf 9 uur 's ochtends weer bereikbaar. Ze zijn er niet. Nou. Ja, het wordt lastig om te betalen. Ja. Nou, anders doen we dat de volgende keer. Bellen we nog wel even een keer. Het is wel mooi, hè? Dat we gewoon makkelijk onderdoor kunnen. Ja. Kijk, na Sloten de brug waar we het vaakst onderdoor komen. Ja, maar soms is het zo druk, dan moet je zelfs in de file achteraan sluiten. Kun je nou niet voorstellen. Nee, het is nou zo stil. De Houtzaagmolen. Ja, weet je nog hoe die heet? Nee, nee. De Jager is het volgens mij. Houtzaagmolen De Jager staat in volle glorie te pralen langs de Ee. Al zag hij er nog niet zo lang geleden heel anders uit. En dat is er nog eentje overgebleven, Korenmolen Het Lam. Hoe komt de molen nou aan de naam Het Lam? Dat zoeken we uit. Ja. De naam verwijst naar het symbool voor Christus en kwam waarschijnlijk van de monniken van het Karmelietenklooster, dat in de middeleeuwen op de plek van deze kerk stond. Het zou zomaar kunnen dat deze monniken Woudsend hebben gesticht. Op een drijvend eilandje, wordt wel gezegd. Het plaatsje strekte zich uit langs de Ee, met in het midden natuurlijk de Midstriëten. Met maar liefst 19 stegen links en rechts, waardoor je niet om hoeft te lopen om naar de andere kant van het dorp te komen. Ook al zijn het er 19, samen heten ze geheel in Frieslandstijl de Elfstegenroute. Iedere steeg heeft zijn eigen verhaal. Ja, dit is het Kollengat. En de meest waarschijnlijke betekenis van deze naam is heksengat. Dan gaan we die QR-code even scannen. Verliefde en verloofde stellen hebben hier hun relatie toevertrouwd aan de eeuwigheid. Kijk, er staat ook Esther. Oscar, Jurre, Kees. Zullen wij onze namen daar ook even bij zetten? Een bijzonder leuk plaatsje vinden we dit, Woudsend. Nou, eigenlijk veel verrassender dan ik had bedacht. We varen er zo vaak voorbij. Ja. Het is eigenlijk net te dicht bij onze thuishaven, hè? Alleen op zo'n vrijdag, als we laat zijn, dan willen we hier nog wel eens aanleggen. Ja. Maar dan gaan we de volgende dag ook meteen verder. Hé, de molen draait. Ja, leuk hè? Zal ik even naartoe varen? Ja, dat is leuk. Toen we er vanmorgen langs liepen, toen stond hij stil. Ja. Dan krijgen we gelijk ook even zicht vanaf het water op die stegen. Ja. Als we dat tenminste kunnen zien. Net geen 1 april en de brug bij Sloten wordt nog niet bediend. Daarom moeten we een stukje terug over de Ee en dan weer stuurboord uit naar het Prinses Margriet-kanaal. Tegenover de voormalige gereformeerde kerk op dit stukje grasland werden vroeger de tonnetjes geleegd. Dat wisten we niet, die keer dat we daar aanlegden voor de lunch. De Welle heet dit, zei je? Ja, de Welle. Het is hier altijd wel hartstikke leuk, want het zijn jachthavens, verhuurbedrijven, werven, snoepenverkoop. Er is altijd wel wat te doen. Onze eerste vaartocht van het seizoen zit er weer op. Beetje te kort naar onze smaak, dus op naar de volgende. Wil je al onze vaartochten volgen? Geef de video een like en abonneer je op ons kanaal. Dan zie je de nieuwste video's het eerst. Bedankt voor het kijken.